Dit is de Rotterdammer Menno van Gorp. Hij is drievoudig wereldkampioen breakdansen. En nu dolgelukkig. Want vanaf de Spelen in 2024 in Parijs mag breakdance zichzelf een officieel Olympische sport noemen. Het is een hele eer dat we onze kunstvorm op zo'n groot platform kunnen vertonen aan de rest van de wereld. Want breakdance zag men lange tijd niet als een sport. Menno denkt dat door de komst van breakdance op de Olympische Spelen dit wel zal veranderen. Nu het bij de Spelen komt, gaan mensen toch wel meer serieus nemen. En ik denk als ze er ook echt, als ze het zien en ze zien dat het meer is dan alleen maar op je hoofd draaien, dat mensen er ook echt oprecht waardering voor gaan krijgen. Dit zijn beelden van het wereldkampioenschap van vorig jaar, waar Menno voor de zoveelste keer een kampioenschap won. De kans is dus ook groot dat de eerste gouden plak ooit voor breakdance naar Menno gaat. Ja, ik heb eigenlijk bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. En dan toch nog ook de kans kunnen maken om nog één keer een shot te hebben op die gouden medaille. Dat is wel tof. Toch zit er nog wel een addertje onder het gras. Menno is al wel 30 jaar oud. Tegen de tijd van de Spelen zal hij de oudste deelnemer zo'n beetje zijn. Toch denkt hij dat het wel goed komt. Je hebt nu een hele hoop jonge b-boys die ook echt super sterk zijn en die kunnen ook een ontwikkeling maken van ik weet niet wat, in 3 jaar dat ze in 1 keer echt een soort van daar als een soort super saiyan op de battlevloer staan. Dus ja, je weet het niet, maar ik ben zeker een kans hebben.